Heb je de film ook al gezien? Ja, ik heb hem gisteravond gezien, ja. Vond jij hem? Ja, ik vond hem heel emotioneel, ja. Ja, bij elke Beatrix, maar ook bij de koningin Beatrix. Ook ja. Heel emotioneel. Want het is ook, ja. een Beatrix die hetzelfde een man met MS. Nee, met Parkinson. Oh, sorry, met Parkinson, excuus. Ja. Er is nog een Beatrix die een wethouder, of die haar moeder is overleden. Haar moeder is overleden. Ja, en, raadslid is dat. Ja, ze is raadslid aan haar moeder, net overleden. En ja, hoe rouw je om je overleden moeder? En hoe ga je dan verder met het leven? Ja, en het mooie is, en dat vond ik echt heel mooi aan de film, is dat je Beatrix constant ziet. Je mag haar niks... Heb je nou... Want je bent de hele lange tijd mocht je haar volgen. Hè? Ja. Je bent met haar meegegaan naar Mexico, naar openingen, naar de uitreiking van de orde, de Willemsorde. Heb je dan op een gegeven moment, moet ze dat toch opvallen? Hé, daar staat weer die kleine duvel. Ja, volgens mij, nou dat denk je dan, maar dat weet je natuurlijk niet zeker. Ze liet ze wel eens lang te zeggen, hey. Nee, maar wel bijvoorbeeld, wij stonden heel vaak als, met de cameraploeg op een net iets andere plek dan de rest van de cameraploeg. Ja, ik weet ook niet precies waarom dat is, maar dan, ja... Dat ging dan zo. Dat ze dan altijd toch wel heel even zich zo omdraaiden om ook naar ons dan te kijken. Ze wilde gewoon op de film komen. Ja, of iemand anders heeft gezegd, draai ook maar even naar die andere om. En ze heeft één keer naar me gezwaaid. Nee. Ja. Waar? Nou, dat was eigenlijk bij de laatste draai. Ik dacht, misschien wist ze dat. Rolspel. Ik ben de koningin. Waar was het? Nee, je zat in een auto. Oh, zat in de auto? Ja. In de auto? Ik ging de auto. Ja. Ik zeg ja. Ook, en dan ik sta dan hier, hè. Ja, je zat wel iets anders, maar dat maakt niet uit, hoor. Oh, gaat het ding niet over? Oh, sorry, ik versta je niet meer, ja. Ja, dus jij bent eerst daar aan het zwaaien naar alle pers. In de en auto. Naar een groep ouderen. Je hebt net een verzorgingscentrum geopend. Oké. Okay. Ja, dus heb je dag gezegd. Hallo, oude Kameel. Hallo, verzorgde Heather. Ja, dan ga jij in de auto. Ja. En dan rij je. Ja, En toen stonden wij hier. En toen keek je even naar mij en toen deed je zo. Oké, dus het ging zo. Ja. Wat is zo? Nee, ben heel... Wat nou, is zo ongeveer? Veel... Ja, maar het was veel korter. Oh, kom, nee, dat kan ik doen. Ja. Zo was dat die. Was het, heel ja. Kort. Maar daardoor denk ik dus dat ze wel weet wie ik ben. Ja, denk